Een massale politieactie tegen motorclub Kaluwagu woensdagochtend. Met grof geschut en met veel mankracht zien we hier een inval van de politie in Den Haag. In totaal zijn er in verschillende plaatsen in het land 40 invallen in panden en woningen van bendeleden van de omstreden motorclub. Twee kopstukken van de bende zijn opgepakt. Misdaadverslaggever John van den Heuvel. Ja, ik hoorde dat er ook 800 agenten bij betrokken waren. Wat een enorme actie dit. Ja, een enorme actie. Het heeft ook te maken met het feit dat Kaluwagu, eigenlijk deze motorclub waar we het over hebben, de afgelopen tijd behoorlijk gegroeid is. Veel leden heeft, op veel plaatsen in het land zit. Met clubhuizen, verdachten die daar wonen. Dus dan is het wel logisch dat je meer politiemensen moet inzetten om, als je zo'n actie gelijktijdig wil doen, ja, om dat ook allemaal geolied te laten verlopen. Ja, twee kopstukken noemde ik, zijn opgepakt. Wie zijn dat? De president van de club, Kilo, en Greg R. Dat is een bekende Amsterdamse crimineel die ook aan de club gelieerd was. Als een soort consigliere, een soort raadgever van de club fungeerde. Overigens heb ik nog vrij recent contact gehad met die Greg R. En toen vertelde hij mij dat hij afstand genomen had van de club. Maar kennelijk zijn er toch nog verdenkingen in zijn richting die nog hebben plaatsgevonden in de periode dat hij bij de club nauwer betrokken was. En hij is dus ook aangehouden. Ja, en die verdenkingen, waar hebben we het dan over? We weten dat nog niet precies. Ondermijnende criminaliteit wordt gezegd. Dat is een soort... een soort verzamelterm voor misdrijven die verband houden met connectie tussen onderwereld en bovenwereld. Witwassen, andere strafbare feiten, deelname aan een criminele organisatie. Daar horen we ongetwijfeld in de loop van de dag nog meer van. Maar Kaluwagu dook ook op in de onderzoeken naar de aanslagen op Panorama en Telegraaf. Met name de aanslag op Panorama. Ja. Daar liepen lijnen naar deze motorclub. En het is een beruchte motorclub. Ze zijn eigenlijk de afgelopen jaren een beetje onder de radar geweest. Dat had te maken met een enorme aandacht voor No Surrender en Satudara en de Hells Angels. Ja. En heel veel leden van die club zijn uiteindelijk weggegaan omdat die clubs onder vuur kwamen te liggen. Die zijn overgestapt naar Kaluwagu. Ja, en zij liggen nu dus ook heel nadrukkelijk onder vergrootglas. Ja, ik heb ook gelezen dat ze bijvoorbeeld geleerd worden aan die Mokromafia. Ja. Hoe gevaarlijk is deze club? Nou, gevaarlijk. Er zitten jongens bij die, waar de politie wel met argus ogen naar kijkt. En jij noemt zelf de connectie met de Mokromafia, dat klopt. Er is een groot onderzoek gaande naar Ridouan Taghi. Dat is eigenlijk de meest gezochte crimineel van Nederland op dit moment. En van hem is wel vastgesteld dat hij connecties heeft met mensen die ook lid zijn van Kaluwagu. En of je dan kunt zeggen, Kaluwagu is een club van Taghi, dat gaat te ver, denk ik. Maar het is onmiskenbaar en daar zijn ook wel bewijzen voor dat er lijnen lopen tussen die Taghi en deze motorclub. John, ik moet het ook even vragen. Jij wordt natuurlijk ook beveiligd. Hè? Ja. Heeft dit daar ook wat mee te maken? Ik bedoel, worden zij daar ook mee in verband gebracht? Nou, over de precieze achtergronden van degene die mij bedreigen, daar wordt mij niet alles over verteld. Maar ik sluit ook niet uit dat dit een bepaalde connectie heeft. Ja, dit is dus een grote slag voor de politie. Ja, hier is veel en lang aan gewerkt. En het was de politie en het OM al lange tijd een doorn in het oog dat deze club zo aan het groeien was. En op het moment dat je ziet dat bekende Amsterdamse criminelen als Greg R. daar belangrijke rollen in gaan spelen. Als je ziet dat ze dat chapters van die club mogelijk aanslagen voorbereiden of uitvoeren. Ja, dan wordt het natuurlijk wel tijd om in te grijpen. En men maakte zich wel zorgen over de ontwikkelingen binnen die club. Die motorclub, de naam is relatief nieuw, maar een aantal leden is afkomstig van de Crips. Dat is een Haagse buurt- of straatbende eigenlijk, die ook een niet al te beste reputatie heeft. Dus het is niet een gezelligheidsvereniging. Nee, dat is duidelijk. Nee, ja. Het speelt wel wat anders op de achtergrond. En het feit dat er nu dus inderdaad op invallen zijn gedaan, dat er honderden agenten bij betrokken zijn, dat het eigenlijk een enorme grote actie is in één keer. Ja. Wat zegt dat? Dat zegt natuurlijk iets over de omvang van het onderzoek. Hè, dat men toch wel lang daarmee bezig is. Maar ik denk ook wel dat politie en OM hier een signaal mee willen afgeven. Eigenlijk het zoveelste signaal naar de hele motorwereld. Van je kunt misschien best zo'n club gaan beginnen. Maar realiseer je dat op het moment dat er sprake is van strafbare feiten. Of in ieder geval de verdenkingen daarvan.
dat ook met harde hand wordt ingegrepen. En dat is vannacht wel gebeurd, want ik geloof dat er echt meerdere arrestatieteams zijn ingezet. Heel veel inzet van materieel en mensen. Die acties lopen de hele dag nog door. Dus we zullen ook hier regelmatig nog updates geven van wat er eigenlijk gevonden is en wat de resultaten zijn. Ja, als het gaat bijvoorbeeld om wapens, et cetera. Exact, ja. Maar kan het er ook op duiden dat ze nu zo'n grote inval doen, dat ze bijvoorbeeld aanwijzingen hebben dat er iets concreets gepland staat? Dat kan, ja. 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 Die informatie heb ik niet, moet ik eerlijk zeggen, maar ik sluit dat ook niet uit. Het is ook niet gebruikelijk dat het op zo'n grote schaal gebeurt natuurlijk. Dus er zal ongetwijfeld een goede reden voor zijn. En dat zullen we ook in de loop van de tijd of misschien vandaag al gaan horen wat de exacte zaak is. Maar dat men zich ook met name richt op de twee grote kopstukken van die bende of voormalige kopstukken. Dat geeft al aan dat ze die club ook wel gewoon meteen een stevige nekslag willen toedienen. Ja. We hebben ook zo een van de advocaten van de verdachte ook al gesproken, dat is Nico Meijering. En hij is advocaat van Greg R. En hij heeft aangegeven, hij was eigenlijk een beetje verbaasd dat hij door de Telegraaf op de hoogte werd gesteld van de hele actie. Hij zegt, ik had dat liever vanuit de politie zelf te horen gekregen. Maar hij zegt, we gaan nu op weg naar onze cliënt. En op dit moment kon hij daar dus nog niet zo heel veel over zeggen. Oké, belangrijke slag in de strijd tegen deze motorbende. Ja, wat de resultaten zijn moeten we dus nog afwachten, maar het is in ieder geval een heel duidelijk signaal, denk ik. Oké, John van Heuvel, dankjewel.